naar een nieuwe Mental Monday video. Goed dat je kijkt. En wow, ja, echt super lieve reacties gekregen op, nou ja, de trailer natuurlijk van deze serie. En op de vorige video, de allereerste Mental Monday video. Dus ik wil je daar heel erg voor bedanken. Ik wil je bedanken voor de reacties. Ik wil je bedanken voor op Instagram de DM's. Op, nou ja, ik heb echt overal berichtjes gekregen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik vind het ook heel fijn dat het, nou ja, heel goed eigenlijk wordt ontvangen. Dat is gewoon top. Dat wil je gewoon. Niet per se voor mij of zo, maar ook gewoon voor, ja, de taboes en zo. Het is gewoon goed dat het goed wordt ontvangen. Maar goed, ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Vandaag hebben we natuurlijk Mental Monday 2 alweer. En in deze video ga ik jullie vragen beantwoorden. Ik heb namelijk al een paar keer op Instagram een vraagsticker, zo'n Q&A dingetje, in mijn story gezet. En daar kwam altijd heel veel vragen uit. Ook heb ik elke dag wel persoonlijke DM's van een van jullie, van volgers, ontvangen met vragen en verhalen. En echt op basis van al die vragen en informatie heb ik dat gebundeld en geclusterd naar, ja, goede vragen die ik ga behandelen in deze video. Dus eigenlijk een Q&A. Jullie vragen mij dingen, ik antwoord daarop met mijn verhaal, mijn tips, mijn tricks. Dus dat is in deze video. Ik denk dat je er heel erg veel aan gaat hebben. Als je nog niet bekend bent met mijn nieuwe serie Mental Monday, waar je dus nu naar kijkt, check dan even Mental Monday 1, die video. Ik zou hem hierboven dus even linken. En de trailer, dat is eigenlijk een soort van, ja, de trailer, het zegt het al, van deze Mental Monday serie. Ik zou het even in het kort, ja, samenvatten wat het nou eigenlijk is. Ik heb last van een angststoornis en ik vind het heel belangrijk om dat bespreekbaar te maken. Omdat dat is iets waar gewoon een taboe over heerst. Niet heel veel over gepraat werd. En ik vond het dan ook heel fijn als iemand er wel over praatte. En dan voelde dat voor mij echt zo'n geruststelling en gewoon alsof ik begrepen voelde. Dus dat is precies wat ik ook wil gaan doen. Ik wil taboes doorbreken over mental health. Niet dus alleen over angststoornis, maar gewoon over het algemeen van mental health. Ik zei het niet goed. Als je stress hebt en dat soort dingen, gewoon heel algemeen. Puur om de taboes te doorbreken en om het te bespreken. Want ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. En ik heb dus ook gemerkt dat, ja, daar gewoon behoefte aan is. Zoals ik elke video nog wel ga blijven zeggen, ik ben geen expert, ik ben geen wetenschapper, geen arts dus. En ik vertel mijn verhaal en mijn ervaring en tips en tricks. Wellicht dat dat voor jou helpt. Ook de vragen die jullie aan mij gaan stellen, dat doe ik op, die antwoord ik op basis van mijn eigen ervaring of op onderzoeken die ik zelf heb gedaan of heb gekregen, zeg maar, antwoorden die ik van mijn therapie heb gehad. Geert, kijk even de eerste video als je niet begrijpt wat ik bedoel. Van boeken, dus eigenlijk dat zijn mijn bronnen. Dus ik claim ook niet dat dat 100% waar is, omdat ik geen arts of whatever ben. Puur mijn ervaring en mijn verhaal met mijn tips die mij helpen. Mij. Ga bij twijfel daarom ook altijd naar de dokter. Dat is gewoon echt heel erg belangrijk. Nou, weet dus dat ik gevoelige onderwerpen ga benoemen of behandelen. Of behandelen vind ik zo'n heftig woord. Ik ga namelijk niemand behandelen. Maar deze onderwerpen ga ik wel meenemen in, ja, deze video's. Dus wellicht dat daar een trigger voor jou in zit. De vorige video was heel heftig en intens. Dus en deze video wil ik heel iets luchtiger houden. Ook al benoem ik natuurlijk wel heftige onderwerpen en situaties en gebeurtenissen, wil ik het niet te heftig allemaal maken. Ik bedoel, het mag ook wel een beetje luchtig. Ja, gewoon een luchtig gesprek. Gewoon fijn. En ja, ik hoop gewoon dat het jou gaat helpen. Laten we gewoon snel beginnen, want er zijn heel veel vragen. Nou, mocht je dus geen last hebben van angst of iets en heb je ook geen interesse in dit soort onderwerpen, kijk de video dan dus vooral niet. Deze video is dan dus gewoon niet voor jou bedoeld. En er zijn genoeg video's op YouTube die je wel kan bekijken. Dus dan raad ik je aan om hem gewoon weg te klikken. Oké, we gaan beginnen met de vragen die jullie mij hebben gesteld. Ik heb de laptop hier, ik zal hem even onder mij zetten, zodat ik hem, nou ja, bij me heb. Ik heb hem hier met al jullie vragen. Ik heb het opgedeeld in drie delen. Allereerste deel ga ik vragen beantwoorden over, of met betrekking tot angst en paniek. Dus dat wordt het eerste deel. In het tweede deel, even kijken, ga ik drie vragen beantwoorden over, ja, met betrekking tot stress. En in het derde deel ga ik vragen beantwoorden met betrekking tot mijn angst. Dus echt mijn persoonlijke, algemene vragen die aan mij gesteld zijn. Dus laten we beginnen met de allereerste deel, namelijk de vraag over paniek en angst. Nou, de allereerste vraag die ik heb gekregen is, wat doet je lichaam tijdens een paniekaanval? Nou, dat vind ik wel een hele mooie om mee te beginnen. Ik heb dit in mijn allereerste Mental Monday video, mijn verhaal, helemaal uitgelegd. Dus ik zou je eigenlijk aanraden om het daar even te gaan kijken, want anders dan ga ik dubbel dingen vertellen. Dus scroll even door tot het einde, volgens mij rond 57 minuten.
I know, het is een heel lange video. Maar daar ga ik vertellen hoe het eigenlijk nou werkt. Wat je lichaam doet tijdens een paniekaanval. Even kort gebundeld bij elkaar. Je lichaam tijdens een paniekaanval denkt alsof het tegenover een tijger staat. Dus hij lanceert de vecht- en vluchtreactie. En dat zorgt ervoor dat er allerlei adrenaline door je lichaam gaat. Die adrenaline is eigenlijk bedoeld als overlevingsmechanisme. Dus dat wil je eigenlijk beschermen tegen het gevaar, die tijger. Het echte gevaar is dus eigenlijk de gedachten die je tegen jezelf zegt. Dus van, ik voel me niet goed en ga ik dood en dit is niet oké. En je gaat je helemaal focussen op die symptomen. En dat zorgt er dus alleen maar voor dat de symptomen erger worden. Dat de adrenaline giert door je lichaam. Dat dus de vecht- en vluchtreactie wordt gelanceerd. En dat het dus allemaal erger wordt. De vicieuze cirkel. Jeetje, ik kom... Moeilijk woord. Dus eigenlijk, heel kort verteld, is het dus de adrenaline en de vecht- en vluchtreactie. En dat zorgt alleen maar voor meer symptomen. En het gevaar is dus niet de tijger. Want jouw brein die kan geen onderscheid maken tussen wat realiteit is en wat niet realiteit is. Dus visueel, wat jij je inbeeldt. Daar kan je brein geen onderscheid in maken. Dus als jij tegen jezelf gaat vertellen, de hele dag door, dit is niet oké. Ik loop gevaar. Het gaat niet goed, ik moet de dokter bellen. Als je dat maar gaat blijven vertellen tegen jezelf, gaat je brein dat geloven. Is het de realiteit geworden en wordt het erger. Dus check even de eerste video, ik ga er alweer veel te lang op in. Daar leg ik het helemaal uit. Hoe zorg je ervoor dat de paniekaanval weggaat? Nou, dat is de meest gestelde vraag. En deze komt eigenlijk ook weer heel mooi terug in vraag 1 van net. Het begint namelijk dus met het gevaar. Je wilt gevaar aanpakken. En het gevaar in de vicieuze cirkel is dus je gedachten. Dus eigenlijk heel makkelijk en krom gezegd, moet je je gedachten aanpakken. Wil jij dat je paniekaanval volledig weggaat om het te voorkomen eigenlijk. Zoals ik net al zei, je gedachten wat je tegen jezelf zegt, al die vraagtekens, dat is dus het gevaar. En dat zorgt ervoor dat de vecht- en vluchtreactie wordt gelanceerd. En door die vecht- en vluchtreactie lanceer je dus eigenlijk de hele paniekaanval en de hele cirkel. Ook bij deze vraag raad ik je aan om even naar video 1 te gaan. De allereerste Mental Monday video. En om daar even door te scrollen helemaal naar het einde. Daar leg ik het dus allemaal uit. Eigenlijk moet je dus een positieve mindset gaan creëren. Dat is wat ik iets heel erg heb gedaan en waar ik mij heel erg op focus. Negativiteit pakt je brein 10 keer sneller dan positiviteit. En vaak onthoud je negatieve dingen alleen maar. Dus stel je hebt 9 positieve dingen op een dag gehad en 1 best wel negatieve, dan is gelijk heel je mood veranderd en denk je alweer gelijk, oh wat een kutdag, bij wijze van spreken. En dat negatieve blijft gewoon weer in je hoofd hangen. Probeer het gewoon positief te gaan veranderen. Daarvoor gebruik ik bijvoorbeeld ook mijn, hier, ik heb hem hier wel. Ik krijg namelijk ook heel vaak vragen over mijn boeken die ik lees, zelfontwikkelingsboeken. En dat komt ook nog in een Mental Monday video, dus stay tuned. Maar op dit moment lees ik deze Brain Balance boek van Charlotte Labé. En ik vind haar echt geweldig. Zij is een brain expert en ze heeft er gewoon heel veel verstand van. Maar dit is echt mijn tip voor jullie. Het 6 minuten dagboek. Ik ben al best wel ver. En dit zorgt ervoor dat je een positieve mindset gaat ontwikkelen. Dus echt heel erg belangrijk dus voor paniekaanvallen. Omdat je dus die negatieve gedachten weg wil laten. En dit helpt je gewoon heel erg. Ik zou hem anders even in de beschrijving linken. Echt een aanrader. Ik heb al heel veel mensen die hem hebben besteld door mij. Vind ik echt heel erg leuk. En ook echt berichtjes dat meiden en vooral eigenlijk meiden zeggen van goh, het heeft me zo erg geholpen en bedankt en bla bla bla. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En mij helpt het ook, dus wellicht ook jou. Wat kun je doen om een paniekaanval te voorkomen? Nou, dat is dus eigenlijk hetzelfde als net. Hoe kun je het weg laten gaan? Pak de gedachtes aan. Dan kun je het sowieso ook voorkomen. En stel je hebt gewoon zit in een paniekaanval, hoe kun je het dan weg laten gaan? Dat is dus nog steeds de gedachtes aanpakken, want als jij een paniekaanval hebt, maak je jezelf gewoon helemaal gek, ook midden in de paniekaanval. Dat doe je eigenlijk voor een paniekaanval, midden een paniekaanval, tijdens een paniekaanval en na een paniekaanval. In al die stadia maak je jezelf gek en dat is dus eigenlijk het gevaar. Dus relativeer jezelf, zeg dat het oké is, dat je het elke keer weer hebt overleefd en dat dat nu ook gebeurt. En maak jezelf dus daarna niet gek.
Wat ik ook doe als ik een paniekaanval heb. Ik heb dat nu al 5 of 6 maanden niet gehad. Waar ik heel blij mee ben. Maar wat ik deed eigenlijk. Is dat ik heel even niks. Alles viel even weg om me heen. Gewoon even het moment voor mezelf. En dan ging ik proberen te realiseren van goh, Floor. Ik voel nu schokken. Ik voel dit en dit en dit. Nou, in eerste instantie denk je echt. Oh mijn god, wat is dit nou weer? En dan gaan die negatieve gedachten opkomen. Maar die moet je echt gaan blokken. En eigenlijk bestrijden met positieve gedachten. Dus nee, oké, het is oké. Ik heb het al eerder overleefd. Ik heb gewoon waarschijnlijk iets te veel gedaan. Wat heb ik vandaag eigenlijk allemaal gedaan? Ik heb een video gefilmd. Ik heb geëdit. Ik heb whatever opgeruimd. Ik ben naar die geweest. Ik ben nog naar de supermarkt geweest. En ik heb mijn konijnen geknuffeld. En dit en dit en dit. Is bij eigenlijk best wel heel erg veel. Eigenlijk is het heel logisch dat mijn brein dit nu doet. En dat ik in een paniekaanval zit. Dus ga op die manier een beetje na wat je allemaal hebt gedaan. Waarschijnlijk heb je te veel gedaan. Is je grens bereikt. En maak jezelf helemaal gek. Neem een moment voor jezelf. Accepteer dat je het hebt. Word niet boos op jezelf. En ga relativeren. En ga vervolgens even een me-time momentje lassen. Dus ook al heb je nog allemaal to-do's. Jouw gezondheid staat op 1. En ga lekker even in bad of douchen. Douche alles van jezelf af, alle stress en gaan lezen. Vooral lezen of kleuren. Dat is echt iets wat mij heel erg helpt, ho. Oké, wat kun je doen om een paniekaanval onder controle te krijgen? Nou, wat bij mij heel erg helpt is rust, reinheid en regelmaat. In eerste instantie gewoon een beetje balans krijgen in je leven. Waarschijnlijk zit jij nu in mentale disbalans en heb je gewoon heel erg veel stress. Zorg voor rust, echt heel erg belangrijk. Zoals ik net al zei, doe je alles best wel snel te veel op een dag zonder dat je het echt door hebt. Dus schrijf even uit wat je op een dag doet, wat je hebt gedaan. Kijk wat je daaruit kan schrappen en kijk vooral wat geeft jouw energie en wat niet. Wat kost jouw energie? Is alles eigenlijk veel te veel wat jouw energie kost en maar één ding wat jouw energie geeft, dan staat het dus niet in balans. Dus zorg dat dat in balans komt. Doe niet te veel en zorg vooral voor regelmaat. Dus zet je wekker om 8 uur, ga naar bed om 10:30, ga om 10 uur nog even een boekje lezen een 30 minuten. Niet op je mobiel voor je gaat slapen, geeft allemaal te veel prikkels. Daardoor ga je weer onrustig slapen en door onrustig slapen slaap je niet goed. Heb je weer slaaptekort, dat zorgt ervoor dat je prikkelbaarder bent voor angst en zo door en zo door. Dus dat is mijn tip voor jou. En natuurlijk voeding. Dat heb ik ook in de allereerste video behandeld eigenlijk. Wat je kan aanpassen in je voeding. Het is heel belangrijk om cafeïne te vermijden. Om theïne, dat zit in thee, dat is ook cafeïne. En om zoetstoffen en smaakstoffen te gaan vermijden. Dus eigenlijk suikers en aspartaam. Dat is deze E-code, E900 nog wat. Ik vergeet hem altijd. Dat moet je echt gaan vermijden. Dat triggert je angst, dat triggert je symptomen. En gewoon echt belangrijk om dat niet te gaan nemen. Mocht jij heel erg geïnteresseerd zijn waarom dan niet, check dus even weer de eerste video. Want anders valt de hele tijd in herhaling en worden deze video's gewoon heel erg lang. Vraag 5. Angst voor de angst. Wat doe je hier aan? Nou, angst voor de angst, dat heb ik zelf ook gehad. Vooral gehad. Ik heb het nog steeds een klein beetje, maar ik weet hoe ik ermee om moet gaan nu. Angst voor de angst is dus eigenlijk gegeneraliseerde angst. Elke dag weer angst voor de angst, dan, nou ja, ik ben geen psycholoog, maar waarschijnlijk heb je dan gegeneraliseerde angst. Laat dat ook zeker allemaal checken en zo bij de psycholoog of bij je therapeut. Maar gegeneraliseerde angst, oftewel angst voor de angst, dan ben je dus bang om een paniekaanval te krijgen. En dan ben je dus eigenlijk bang voor wat jou te komen staat. En zit je daar de hele tijd over in? Toen ik die schokken en zo in mijn hoofd kreeg, dat was op een gegeven moment mijn paniekaanval, werd ik daar helemaal naar van. En natuurlijk helemaal hartkloppingen, zweten, je kent het waarschijnlijk wel. Dat was echt een trauma voor mij, de eerste keer toen ik dat kreeg. En daarna zat ik de hele tijd, toen dat was weggezakt, wanneer komt dit weer? Wanneer ga ik die schokken weer voelen? Ga ik dan dood? Heb ik een hersenberoerte, een herseninfarct? Wanneer komt het weer? Vooral die wanneer komt het weer? Ik ben bang voor wanneer het weer komt. Dus je wil eigenlijk de controle krijgen van. Ja, je wil de controle krijgen van ik wil dit niet meer. Maar die controle, dat is dus juist eigenlijk het hele probleem. Je moet er geen controle over willen krijgen, want die krijg je niet. Toen ik dat dus kreeg, al die schokken en zo, wilde ik ook de controle krijgen. En wilde ik ook dat het niet meer kwam. Maar juist doordat je daar zo erg op gaat focussen en zo erg op gaat focussen van ik wil de controle, ik wil dit niet meer krijgen. Ik wil dat het weggaat en wanneer komt het weer. Dat zorgt er alleen maar voor dat je dus
in jouw angst blijft. Dat jij in je stress blijft. Dat jouw lichaam cortisol aanmaakt. Dat is een stofje die je hebt als je heel veel stress hebt. Waardoor dus de vecht- en vluchtreactie eigenlijk sneller wordt gelanceerd. Adrenaline giert weer door je lichaam. En je hebt weer de paniekaanval. Oftewel weer die schokken of wat jouw paniekaanval ook mag zijn. Dat verschilt namelijk wel van persoon. Heel simpel gezegd, wat doe je eraan? Angst voor de angst. Laat het los. Focus je niet op de controle willen krijgen, want die krijg je niet. Het maakt het alleen maar erger. Laat het los. Relativeer. En dat is heel moeilijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet het. Maar uiteindelijk na een jaar en een paar maanden. Nee. Na een jaar ongeveer bij mij is het gelukt. Dus het is moeilijk, maar het komt vanzelf. Maar mijn tip is echt, laat het los. Meer kun je niet doen. Vraag 6. Wat is de oorzaak of trigger van een paniekaanval? Nou, heel simpel gezegd, verschilt dit per persoon. De een is, heeft agorafobie, dus die durft niet naar buiten. Of die kan die door alle symptomen, wil die niet meer naar buiten, kan die niet meer naar buiten. En wil die bijvoorbeeld, of blijft die alleen maar in zijn kamer. Dus dan is een trigger al bijvoorbeeld op een Netflix-serie een restaurant zien. Dat je denkt, weet je wel, of een trigger kan ook zijn waar je allereerste keer heel naar hebt gevoeld. Of je allereerste keer jouw paniekaanval hebt ervaren. Stel dat was in de auto, ik zeg maar wat. Dan is de trigger jouw auto. Dus dit verschilt gewoon per persoon. Bij mij is het het woordje hersenen of ziekte. Daarom heb ik ook hypochondrie. Ik ben bang om ziek te worden. Ik moet zeggen, ik heb het al heel goed in de hand. Afkloppen. Maar ongeveer een jaar geleden was het heel heftig bij mij. Dus alleen al het woordje als ik televisie keek en diegene had een herseninfarct gehad. Of een hersenbloeding. Of een beroerte. Of een tumor. Of kanker. Noem maar op. Ging al bij mij de alarmbellen af. En kwamen de schokken. En dat was gewoon mijn trigger. En het is heel fijn om te weten wat je trigger is. Dus ga daar op letten. Gebruik daarvoor misschien het 5G-schema. Zoek het even op internet. Je gedachten, gevoel, gedrag. En zo kom je helemaal systematisch te zien wat de aanleiding was waardoor jij je zo ging voelen. En dan kom je een beetje achter jouw trigger. Dus ik weet nu ook als ik door Instagram verkennen kijk en diegene is ziek of deelt zijn verhaal waarbij de ziekte betrokken is. Of ik kijk een tv-programma waarin iemand half dood ging of whatever. Voel me naar, maar dan weet ik het. Dan weet ik precies waar het vandaan komt. En dan denk ik ook, oké, Floor, het is oké. Dat diegene dat heeft, hoeft niet te betekenen dat jij dat nu hebt. Laat het los. Dus ja, kan het uit het niets komen of is er altijd de onderliggende gedachte slash trigger? Nou, die vind ik heel mooi eigenlijk. Het kan voor jou uit het niets komen voelen. Dat had ik tenminste heel erg. Elke keer als ik een aanval kreeg of dat ik me helemaal naar voelde en alles begon te tintelen of iets. Ging ik ook denken, ja maar ik heb toch niks gedaan nu. Ik zit gewoon lekker Netflix te kijken en opeens voel ik me zo. Hoe kan dat nou weer? Dus toen dacht ik, er zit geen onderliggende gedachte aan. Er zit geen trigger bij. Maar op een gegeven moment word je wel bewust van dat dat eigenlijk wel zo kan zijn. Vaak heeft het wel een bepaalde oorzaak of trigger. En dat kan dus alleen al zijn dat jij bijvoorbeeld chocola hebt gegeten of een theetje hebt genomen en daar zat cafeïne in. Dat alleen al kan dus de oorzaak zijn dat jij die paniekaanval krijgt. Dus vaak zit er dus wel een trigger of oorzaak aan, maar dat kan iets heel kleins zijn. Bij mij is het dan bijvoorbeeld ook dus de trigger van ziekte, maar ook bijvoorbeeld toen die tijd dat ik dacht dat er geen trigger was of geen oorzaak en het overkwam me wel. Toen dacht ik dus ook van, wat heeft dit veroorzaakt en hoe kan dit nou weer? Ik zit gewoon lekker te chillen en Netflix te kijken. Hoe kan ik dan nu opeens dit zo voelen? Maar dat kan ook gewoon omdat je in mentale disbalans zit. Zoals ik al zei, alles moet wel in balans zijn. Dus naar binnen stoppen bij jezelf, je voeding, maar ook daarbij jouw rust. Misschien had ik wel te veel gedaan. Dus dat moet gewoon in balans zijn. En dat kan dus al de trigger zijn. Mentale disbalans, stress, van alles. Verschilt dus per persoon. Vaak is er dus wel een onderliggende trigger of oorzaak. Maar dat is voor ons heel vaak onbewust. Waardoor je denkt dat die er niet is. En waardoor je het gevoel hebt dat uit het niet komt. Dus ik zou je aanraden om je gedachten, dus vooral die 5G-schema, eens goed op te schrijven. En het kijken waar het vandaan zou kunnen komen. Want het kunnen al de kleinste dingen zijn die in ons onderbewuste gebeuren. Die wij dus niet bewust doorhebben.
wat al de trigger kan zijn. Vraag 8. Hoe kan het dat je eerder lichamelijke klachten krijgt dan mentale klachten? Nou, die vind ik eigenlijk ook weer heel erg een goede vraag. Want dat was ook mijn vraag in die periode. Elke keer van, nou, hoe kan ik nou dat ik dit voel? Het heeft dus eigenlijk heel erg te maken met je onderbewuste. Mentaal heb je het nog niet door. Het zit allemaal, vaak begint het in het onderbewuste. Het gebeurt gewoon voor jouw gevoel. Maar dat komt dus omdat het in het onderbewuste deel zit van je brein. Maar jouw lichaam staat wel verbonden met je onderbewuste brein. Zeg maar, je onderbewuste gedachtes en gevoel en gedrag. Dus dat is eigenlijk de oorzaak dat jij het eerder lichamelijk voelt. Omdat het dus allemaal onderbewuste is. En jouw lichaam reageert wel op je onderbewuste. En mentaal heb je dat zelf natuurlijk nog niet door. Anders was het wel bewust geweest. Probeer dus het bewust te maken. Probeer alles wat je voelt in je lichaam bewust te maken. En alleen dan, als je het bewust hebt gemaakt, kun je er wat mee doen. Nou, vraag 9. Heb je tips om je minder druk te maken en zo ook de paniekaanvallen tegen te houden? Ja, nou, heel simpel gezegd, maak je dus niet druk. Want dat is het enige weer, ja, eigenlijk valt het elke keer weer terug op de gedachten. Alleen al dat je druk maakt, dat zorgt er dus voor dat die paniekaanval komt. Dus probeer jezelf te relativeren, probeer afleiding te zoeken, maar wel op een manier dat je het accepteert. Wat ik in het begin deed, als ik het voelde opkomen, dan ging ik op mijn mobiel, ging ik een filmpje kijken of gewoon niet aan denken, Floor, niet aan denken. Maar dat is dus eigenlijk heel erg slecht, want dan komt het 10 keer harder terug, want jouw lichaam wil wel dat je eraan denkt, want je doet iets niet goed. Blijkbaar is er iets in jouw leven wat niet helemaal in balans is. Dus zodra jij er niet aan denkt en het wegschuift, wordt het alleen maar erger. Dus probeer er dus op zo'n manier wel aan te denken door te denken, oké, ik voel nu dat ik hartkloppingen heb of wat het ook bij jou is. Ik voel nu dat ik schokken heb of duizelig ben of misselijk ben. Ik accepteer dat ik het ben. Het is naar. Het is vervelend dat het gebeurt, maar het is oké. Ik voel het, ik heb het geanalyseerd. En nou ga ik lekker een boekje lezen, want blijkbaar heb ik rust nodig. Of blijkbaar ja, ben ik nog niet helemaal in balans, maar dat is oké. Ik ben eraan voor aan het werk. Dus dat eigenlijk. Hoe kunnen je dromen werkelijkheid lijken? Dat vind ik ook echt een hele goeie. Eigenlijk vind ik alle vragen echt heel erg goed. Wat ik net al vertelde, alles wat je tegen jezelf vertelt, dat denkt je brein dat het realiteit is. Dus ook het onderbewuste, waar wij bijvoorbeeld in een dag mee zitten, dat neem je mee in de avond en daarmee ga je slapen. En dat onderbewuste, dat lijkt gewoon heel erg echt voor je brein. En jouw brein kan niet de onderscheid maken tussen realiteit en visualiteit. Dus wat jij je inbeeldt en wat je denkt en wat je zegt tegen jezelf. Je brein denkt gewoon dat het realiteit is, dus vaak lijkt je dromen daarom ook zo werkelijkheid. Eigenlijk is dat dus heel bijzonder. Je dromen lijken dus werkelijkheid door het onderbewuste systeem en door wat je tegen jezelf zegt en je gedrag. En tegelijkertijd is dat dus precies wat er gebeurt in een paniekaanval. Je brein denkt dat het echt is, dat er echt gevaar is. Dat komt dus door dat onderbewuste, door wat je tegen jezelf zegt. Dus eigenlijk staat dat best wel in verbinding, dus ik vind dat een hele leuke vraag. Daarmee sluiten we ook gelijk dat deel af, paniek- en angstvragen. Dan gaan we door naar de 3 stressvragen die ik van jullie heb gekregen. Ik hoop dat jullie nog volhouden. Pak er een lekker kopje thee bij. Rooibos thee dus, geen cafeïne thee. En ja, we gaan lekker door. We komen dus nu bij de stressvragen. En ik heb even mijn planning opgezocht. De volgende Mental Monday video gaat over hoe je met stress om kan gaan. Wat ik daarvoor allemaal doe, et cetera, et cetera. Dus die gaat heel erg over stress. Dus daar ga ik nog dieper over in. Of op in. Maar nu ga ik alvast 3 vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld. Vraag 1 over stress. Hoe verminder ik mijn stress? Nou, dat is natuurlijk voor iedereen ook anders. Ik denk dat iedereen ook wel een lichte vorm van stress moet hebben. Dat is ook heel erg belangrijk. Door een klein beetje stress ga je gewoon, dan functioneer je gewoon. Te veel stress is natuurlijk weer niet goed. En daardoor raak je uit mentale disbalans. Dus zorg wel dat het op evenwicht is. Als jij te veel stress hebt en te weinig ontspant, zit het dus niet in evenwicht. Je wil altijd die balans in je leven hebben. Dus hoe verminder ik mijn stress? Kijk wat de oorzaak is. Is het school? Denk dan na, vind ik de opleiding nog wel leuk? Maak ik mezelf te druk? Wat ik bijvoorbeeld heel erg had, is met school bijvoorbeeld had ik heel veel stress zonder dat ik het per se door had. Maar als ik er nu op terugkijk, was het niet normaal. Ik had heel veel stress omdat ik het te goed wilde doen. Ik wilde echt dikke voldoendes halen. Ik heb laatst ook op mijn Instagram, dat was in het nieuwe jaar, had ik een story gepost met doelen voor mezelf. En daarin stond
dat ik 6'en wilde halen in plaats van 9's of 10'en. En toen kreeg ik heel veel DM's van mij die zeiden, maar hoezo wil je 6'en halen? Waarom wil je geen 9 en 10'en halen? Ik bedoel, dan is dat toch alleen maar beter en chiller. Dat klopt, maar dat gaat ten koste van mijn eigen gezondheid. En ik heb dat toen altijd heel mijn leven gedaan. Ik wilde altijd de beste van de beste. Ik wilde elk zinnetje uit mijn boek wat ik moest leren op detail kennen. Echt, ik was vreselijk perfectionistisch. Omdat ik gewoon de controle wilde hebben. Dus weer die controle. Ik wilde controle hebben op het feit dat ik de tentamen ging rocken. Dat ik het helemaal kende en dat ik wist dat het goed zou komen. Omdat ik het perfect kende. Nou, dat ging natuurlijk ten koste van mijn gezondheid. En dat leverde uiteindelijk onbewust heel veel stress op. Omdat ik gewoon te perfectionistisch was. Te een soort van geobsedeerd werd met schoolboeken en leren. En ja, op dat moment had ik dat natuurlijk zelf niet helemaal door. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, jeetje Floor, dat is niet normaal. Laat het los. Een 6 is ook prima. Dus de stress van alleen al de druk op jezelf leggen van ik moet dit doen en ik wil dit kennen en ik wil 9 halen. Dat geeft al stress. Zonder dat je het zelf misschien op dit moment door hebt. Dus bedenk even wat de oorzaak kan zijn. Dit kan werkgerelateerd zijn. Misschien sociaal. Misschien heb je stress omdat je het thuis misschien niet goed gaat. Of heb je gewoon stress omdat je paniekaanvallen hebt. En dat je denkt, ik wil dat dit overgaat. Ik heb daar ook heel veel stress over gehad. Maar neem de tips die ik net vertelde in acht. Doe daar wat mee. En bekijk wat de oorzaak is van jouw stress. En er is altijd wel een oplossing voor. Vraag 2. Wat zijn mijn ontspanmomenten? Nou, mijn ontspanmomenten is eigenlijk lezen. Ik lees heel erg veel. Ik vind dat gewoon heel interessant. Ik lees niet echt gewoon romans of verhalende boeken. Ik lees echt zelfontwikkelingsboeken. Omdat ik dat gewoon heel erg interessant vind. En dan vooral dus over dit onderwerp. Dus bijvoorbeeld dus die brain balance. Je zou denken dat dit gesponsord is, maar helaas nee. Daarbij knuffelen met mijn huisdieren, mijn hamster en konijnen vind ik een ontspanmoment. Lekker YouTube filmpjes kijken vind ik een ontspanmoment. Maar als ik merk dat ik al te veel op een dag heb gedaan. En dat ik dus een beetje in die disbalans raak. Doordat ik duizelig word of iets. Wil ik dus zo weinig mogelijk op. Of zo min mogelijk op schermpjes zitten. Dus dan ga ik ook geen YouTube filmpjes kijken. Maar dan doe ik het dus echt met een boek. Of ga ik kleuren. Of sporten. Dat vind ik ook heel erg fijn. Of lekker wandelen. Dat doe ik ook echt heel lekker wandelen gewoon. Of lekker met mijn planten. Klinkt heel dom. Maar gewoon lekker water geven. Gewoon een beetje verzorgen. En ja, dat zijn denk ik een beetje mijn ontspanmomenten. En natuurlijk gewoon met mijn vriend zijn. Dat vind ik ook heel erg fijn. Maar vooral een beetje in mezelf keren en rust zoeken. Zonder dat je gelijk een schermpje daarvoor gebruikt. Want dat zorgt alleen maar voor meer prikkels. En misschien dat je onbewust als je een filmpje kijkt jezelf ook helemaal gaat vergelijken met diegene. Of met de serie. Of dat je denkt, oh zo wil ik het ook. En dat is natuurlijk alweer helemaal fout. Dat wil je niet. Dus zoek iets wat niet te veel prikkels geeft, maar waardoor je wel tot rust komt. Nou, vraag 3. Hoe kun je het beste met stress omgaan? Zoals ik eigenlijk al zeg in vraag 1. Hoe verminder je stress? Kijk wat de oorzaak is en probeer daar wat aan te doen. Je kan altijd dingen veranderen in je leven en probeer daar gewoon, probeer bewust te gaan leven. Merk op, oké, ik ben nu wel heel negatief of ik ben nu wel heel opgefokt of geïrriteerd naar anderen toe. Ik zit te hoog in mijn stressniveau. Laat ik even alles schrappen, lekker in bad gaan, lekker douchen, even een theetje drinken, een boekje lezen, kleuren, noem het maar op. Zoek een hobby en ga daar dan mee verder en niet doorgaan, want dan krijg je alleen maar meer stress. Zo, volgens mij zijn we alweer heel wat minuutjes verder. Ik stoot de hele tijd tegen die statief. Dan gaan we door naar het allerlaatste deel. Namelijk de algemene vragen die jullie aan mij hebben gesteld met betrekking tot mijn angst. Dus dit is iets persoonlijker. Even kijken, dit zijn 8 vragen, dus laten we gewoon weer gelijk beginnen. Vraag 1. Heb je tips voor het vertrouwen van nieuwe vrienden of het terugtrekken van vriendschappen? Want tijdens angst, tijdens paniekaanvallen, eigenlijk die hele cirkel wat ik net allemaal heb uitgelegd, trek je heel gauw terug. En dat merk ik ook bij mezelf. Ik vind het dan lastig om onder de mensen te zijn, omdat je je naar voelt. Omdat je geen zin hebt om sociaal te doen en leuk te doen, terwijl het waarschijnlijk helemaal ellendig is en gaat. Dus dan moet je die masker opzetten. En dat is misschien gelijk het probleem bij het terugtrekken bij vriendschappen. Dat moet je dus proberen los te laten. Dus haal het masker af. Vertel tegen jouw vriend of vriendin wat er aan de hand is. Wees open daarover en ga het gesprek aan. Alleen dan kun je rekening met elkaar houden. En hoef je niet elke keer die masker op te doen. En geeft dat waarschijnlijk een vorm van opluchting.
En kun je er misschien wat relaxter mee omgaan. Als je je dan even niet fijn voelt, dan weet jouw vriendin of vriend ook van... Goh, ik weet waar het door komt. En op zulke momenten kom je er natuurlijk ook echt achter wie jouw echte vrienden zijn en wie niet. Echte vrienden die doen dat voor elkaar en die accepteren dat vooral. Mocht jouw vrienden of vriendin dan niet accepteren en wil diegene dat jij alleen maar vrolijk bent en alleen maar sociaal en gewoon gezellig en geen gezeik en negativiteit. Ja, zo gaat het leven niet. Iedereen heeft wel zijn ups en zijn downs en in vriendschap is het heel belangrijk om dat van elkaar te accepteren en te koesteren. En dat mag er gewoon zijn. Dus dan is het waarschijnlijk geen echte vriend of vriendin. Dat geeft natuurlijk ook al dat nare gevoel als je daarmee leeft. Dus probeer echt een omgeving te creëren voor jezelf waar je je chill bij voelt. En die jou ook echt accepteert. Want het lijkt mij heel veel energie kosten als dat niet zo is. En als jij altijd rekening moet houden met een ander. Terwijl het draait om jezelf. Dus probeer jouw omgeving daarop aan te passen. En als het, ja, als diegene daar niet zo over denkt. Dan is het waarschijnlijk gewoon geen echte vriend of vriendin van je. En dan is het misschien handig om diegene los te laten. Want je wil wel iemand die jou steunt. No matter what. Nou, en heb je tips dus voor het vertrouwen van nieuwe vrienden? Daar heb ik zelf ook heel erg moeite mee. Dus dat vind ik wel een lastige. Ik vertrouw ook niet zo snel mensen. En dat is misschien heel stom. Nou, dus eigenlijk wel. Ik vertrouw te snel mensen. En dan word ik bijvoorbeeld teleurgesteld of iets. Dan gebeurt iets. En dan denk ik, oh ja, zie je wel. Moet ik niet doen. Mensen vertrouwen, bla bla bla. Ik zie altijd wel het goede in mensen. Maar daardoor vind ik nieuwe mensen altijd wel heel lastig. Omdat ik gewoon... Ja, ik vind dat zelf ook wel een beetje lastig. Maar ik probeer het altijd wel te doen. En ja, probeer gewoon een klein beetje van het beste van een mens uit te gaan. En iedereen heeft wel eens wat meegemaakt of zo. En waarschijnlijk 9 van de 10 snappen je en accepteren het. Vraag 2. Schaam ik mij voor mijn angst? Nee, eigenlijk gewoon niet. Anders had ik deze video's denk ik ook niet opgenomen. In het begin eigenlijk ook al niet. Ik heb me eigenlijk nooit echt voor geschaamd. Ik voelde me wel schuldig, maar dat is wat anders. Toen ik het natuurlijk allemaal kreeg, heb ik er met mensen over gehad. Met mijn ouders, met mijn vrienden, vriendinnen. Ja, en weet je, het is nou maar eenmaal zo. Ik bedoel, je kan je er wel voor schamen, maar dat maakt het toch alleen maar erger, de situaties. Waarvoor schaam je je? Schaam je voor jezelf of schaam je voor de buitenwereld? Waarschijnlijk schaam jij je voor je angst, voor de buitenwereld en niet voor jezelf. Want voor jezelf kun je wel bedenken van, ja, ik kan er niks aan doen. Maar waarschijnlijk schaam jij je voor de buitenwereld. En waarom? Waarom? Ik bedoel, het is niet gek. De een heeft een gebroken been, ja, en de ander heeft last van angst. Ja, so be it. Ik vind ook daarom, zoals eigenlijk deze komt heel erg mooi terug op die van net. De buitenwereld moet er maar mee dealen. En als we er niet mee kunnen dealen, ja, dan niet. Dat is niet jouw probleem, toch? Dat is dan diegene's probleem. Je hoeft je echt niet te schamen, want ja, ik vind ook gewoon dat jouw omgeving, echt jouw inner cirkel... Die moet dat wel echt accepteren en als ze dat niet doen, ja, is het dan wel echt jouw inner cirkel. Dus nee, ik schaam mij niet voor mijn angst. Ik ga echt te veel op dingen in, maar ik vind dat wel belangrijk of zo. Dus sorry als ik er iets te langdradig over inga. 3. Helpt een psycholoog? Nou, dit vind ik wel lastig, want dat verschilt natuurlijk voor iedereen. Ik ga nu even mijn ervaring daarover uiten. Ik had natuurlijk eerst een POH, een praktijk ondersteunen. En dat vond ik wel helpen. In de zin van dat ik mijn ei kwijt kon en dat ik gewoon kon praten. Op een gegeven moment dacht ik ook van ja, kom maar even met iets of een therapie of iets wat mij kan helpen en waar ik mee aan de slag kan. Nou, toen ben ik dus naar een psycholoog gestuurd. Ja, ik vind het op zich wel helpen. Ik vind wel dat je altijd nog zelf ermee aan de slag moet. Dus ik zie psycholoog ook echt als een soort... ik moest nu denken aan de zijwieltjes, maar dan, ja, de zijwieltjes van een fiets. Jij bent de fiets en de psycholoog zijn de zijwieltjes. En nu moet ik echt denken aan Sonny van Temptation Island. Geen idee waarom dat in me opkwam, maar ja, ik gebruik gewoon even die vergelijking. De psycholoog die helpt mij gewoon daarnaast, maar zelf moet ik het allemaal gewoon doen. En dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, in elk proces ben je jij degene die moet veranderen. En ben jij degene die ermee aan de slag moet. Een psycholoog kan dat niet voor jou. Maar die geeft je wel de gereedschappen om er iets van te maken. Dus 4. Hoe krijg ik mijn ademhaling tijdens een paniekaanval onder controle? Nou, je gaat waarschijnlijk hyperventileren.
Nou, eerst krijg je dat waarschijnlijk niet onder controle. Dat is gewoon logisch. Het is een reactie dat je gaat hyperventileren. Dus weer op het gedachtepatroon komen we. Laat het los. Het is oké dat je hoog in je adem zit. Word niet boos op jezelf van, oh, waarom adem ik nou weer zo hoog en waarom lukt het me allemaal weer niet? Nee, het is oké. Het is logisch. Maar op een gegeven moment, misschien na 30 seconden, probeer dan je hand dus op je borst te leggen en de andere hand op je buik. En waarschijnlijk merk je dat de ademhaling heel hoog zit hier. Dus probeer dat op te merken. Focus je er even op. En probeer dan de ademhaling naar je buik te krijgen. Dus je hand bij je buik. Nou, en dan ga je 3 seconden in door je neus. En 6 seconden uit door je buik. Of door je mond. Door je buik. Nou, zo dus. Dus 3 seconden in, 6 seconden uit. Leg je hand dus op je borst en op je buik. En probeer dus de ademhaling van je borst naar je buik te krijgen. Heb ik schuldgevoelens over stress en angst en hoe ga ik hiermee om? Nou, dat is dus net waar we het over hadden. Ik schaam me niet, maar schuldgevoelens heb ik wel heel erg gehad. Voornamelijk naar eigenlijk iedereen om mij in mijn inner cirkel. Ik voelde me schuldig naar mijn vriendinnen toe, naar mijn vriend toe, naar... Zo de zon. Maar nu niet meer. Dus ik ben daar goed mee omgegaan. Ik voelde me natuurlijk schuldig omdat ik een beetje anders was. Ik kon niet per se leuk doen. Ik was best wel een beetje negatief. Heel erg in mezelf. Ik voelde me schuldig dat als ik mij... gewoon als het mij weer overkwam dat ik dat ging zeggen. En dat voor mijn gevoel was het allemaal zo negatief. En daar voelde ik me heel schuldig over. En... dat ik niet gewoon positief kon zijn en leuk kon zijn. Maar uiteindelijk is dat wel veranderd omdat ik er echt ben achtergekomen van ja, maakt het uit dan? Ik bedoel, iedereen heeft toch wel eens zijn ups en zijn downs. En ja, accepteer het lekker. Ik bedoel, wij kunnen er ook niks aan doen dat we het hebben gekregen. Vraag 6, de tweede laatste vraag. Volgens mij is deze video weer aardig lang, dus ik moet even een beetje doorheen. Hoe heb je jezelf weer toegezet om weer te gaan sporten? Dat vind ik een mooie vraag. Dat zeg ik de hele tijd. Wel weer een hele goede. Ik vind echt gewoon een hele goede vraag gesteld. Maar hoe ik mezelf ertoe heb gezet om weer te gaan sporten. Heel scherp, want ik ben in december toen het mij overkwam. Ben ik in januari ongeveer gestopt met sporten. Ik deed crossfit 2 of 3 keer in de week. En op een gegeven moment kon ik het niet meer. Omdat ik natuurlijk last had van hartkloppingen, van angstgevoelens. En waarom zou ik, dat was toen mijn gedachte hè. Waarom zou ik vrijwillig gaan sporten en dus vrijwillig mijn hart weer sneller willen laten kloppen? Dat gevoel dat mijn hart weer heel snel ging kloppen, want dat gebeurt gewoon tijdens het sporten, vond ik beangstigend en vond ik doodeng. Dus toen ben ik gestopt en toen op een gegeven moment nog steeds naar de dokter, weet je wel. Als je mijn vorige video hebt gezien, ben ik toen in die periode heel vaak naar de dokter geweest, omdat ik dacht, yo, wat is dit? Die zei ook, Floor, je moet wel weer gaan sporten, want dat is wel gewoon gezond en goed voor je. Nou, dat vond ik wel heel lastig. Maar op een gegeven moment ben ik dus mij heel erg gaan verdiepen in angst. In alles wat goed is voor je lichaam. Ik ben eigenlijk best wel een beetje een niet spiritueel iemand. Maar wel, ja, wel, toch wel een beetje spiritueel eigenlijk. En vooral heel erg van wat is goed voor je lichaam en voor je gezondheid en je geest. Ja, ik vind dat gewoon heel belangrijk in het leven. Om gezond te leven en vooral in balans te leven. Dat heb ik namelijk wel gewerkt als dat niet in balans is. Dat wil je gewoon niet. Dus ja, dan ga je maar sporten, want dat is eigenlijk heel goed voor je en daar word je gezond van. Dus op een gegeven moment heb ik die knop gewoon omgezet en ben ik gewoon weer gaan sporten, omdat ik weet hoe goed het is voor je lichaam om in beweging te zijn. En dat dat ook je adrenaline en cortisol niveau afneemt, wat dus ook weer goed is voor jouw cirkel van je paniekaanvallen en zo. Ja, heel belangrijk dus voor de adrenaline afname. Dus waarom niet? Dan is dat toch alleen maar heel positief en goed om te gaan sporten. Eén laatste vraag. Wat doe je als je een paniekaanval hebt gehad en vervolgens een afspraak hebt? Ga je dan wel met het gevoel van overwinnen met de gevolgen van dien? Of ga je voor het veilige gevoel en blijf je thuis? Hele goede vraag. Ik merk echt dat de zon een beetje schijnt. Dus ik heb een beetje wit hoofd. Maar goed, maakt niet uit. Dit ligt er heel erg aan. Ik heb natuurlijk nu al een tijdje geen paniekaanvallen gehad. Maar ik ga voor mezelf heel erg nadenken van goh. Ik heb een paniekaanval gehad. Als ik nu ga naar mijn afspraak, bij wijze van spreken zo met een vriendin afspreken, ga eerst denken van, oké, waar kan dit vandaan zijn gekomen? Hoe kan het dat ik die paniekaanval heb gehad? Is dat omdat je te druk bent geweest en dat je dus te veel op je stokje hebt gelegd? Is het dan verstandig om naar die vriendin te gaan? Als jij daar afleiding van krijgt en energie van krijgt, dan ja, dan kun je er gewoon heen gaan. En is het oké, dan vertel je gewoon tegen de vriendin van, goh, dit is er net gebeurd. Weet dat en weet dat ik dus nu niet helemaal lekker in mijn vel zit. Maar stel, jij krijgt
als je naar een vriendin gaat, dat is een beetje voor de introvert voor ons. Ja, sociale dingen kost gewoon heel veel energie. Dus als je dan een paniekaanval hebt gehad en je gaat dus hebt een afspraak met bijvoorbeeld je vriendin, is het dan verstandig om naar je vriendin te gaan? Omdat het nog meer energie zuigt. Je alleen maar nog angstiger maakt en onrustiger. Dus het ligt een beetje aan die situatie. Stel je krijgt energie ervan om naar anderen te gaan. Zou ik het wel gewoon proberen? En heb het er dan gelijk over met diegene van, god, dit is er net gebeurd, zodat je rekening mee kan houden. En waarschijnlijk voelt het dan al als een opluchting. En kun je een beetje de afleiding zoeken. Dan zijn er waarschijnlijk ook geen gevolgen, omdat je rustig aan kan doen. Maar stel, je bent dus introvert en het kost je gewoon heel veel energie. Lijkt het mij niet heel verstandig om dan naar sociale activiteiten te gaan. Omdat het alleen maar, ja, je hebt niet voor niks die paniekaanval gehad. Waarschijnlijk te veel op je stokje genomen, te veel energie gegeven. Als je dan nog meer energie gaat geven door naar die sociale activiteit of naar je vriendin te gaan, is dat dan wel verstandig? Gaat dan niet de weegschaal nog meer zo staan in plaats van in balans? Dus kies gewoon wat voor jou persoonlijk helpt. Allerlaatste vraag: wat doe ik om de positiviteit terug te krijgen? Ik sluit de laptop. Dat is dus iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Ik kan je vertellen dat ik in het begin echt niet positief was. Heel negatief ingesteld. Bedenk wat jou gelukkig maakt. Voor mij is dat dus echt een fijne omgeving. Ik heb natuurlijk mijn kamer veranderd. En ik vind het al jammer dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar goed, ik kan niet ergens anders filmen. Dus so be it. Die video's komen trouwens nog online. Room makeovers en zo. Dus kleine sneak peek hier zo. Maar goed, maakt niet uit. Maar wat ik dus heel fijn vind, is een fijne omgeving. Dus ik heb mijn kamer veranderd. Precies hoe ik het wil. Ik hou van planten. Ik word daar blij van. Ik hou van vlinders, van dieren. Dus echt de natuur eigenlijk. En dat heb ik helemaal naar binnen gehaald. Kijk gewoon wat jou gelukkig maakt en waar jij energie uit haalt. Wat jou positief maakt. En pas dat toe. En daarvoor gebruik ik natuurlijk mijn 6 minuten dagboek. Die ik in de beschrijving ga linken. Hier staat ook: in dit invulboek stelt Dominique Spence, de bestseller-auteur, je de juiste vragen op het juiste moment. Na een uitleg over hoe positieve psychologie werkt, ga je zelf aan de slag. Met de vragen van Dominique leer je je gedachten op papier te zetten en na te denken over je dag. En het mooie is, het kost je maar 6 minuten per dag. Nou, dit is dus eigenlijk een positiviteitsdagboek. En hierop schrijf je je dankbaarheid, etcetera, etcetera, waar je gelukkig van wordt, wat je kan veranderen in die dag, wat je hebt gedaan waarvan je denkt, oh, dit had ik beter anders kunnen doen. Dat schrijf je hierin allemaal op. En dit zorgt er gewoon voor, dat doe je dus elke ochtend en elke avond. Dus 3 minuutjes in de ochtend en 3 minuutjes in de avond. En het zorgt er dus gewoon voor, ja, dat het je leven verandert. Dat staat hier letterlijk. Je mindset gaat van negativiteit op een gegeven moment naar positiviteit. Het duurt even voor je een gewoonte erin hebt gesleept. Het volhouden van dit elke ochtend en avond schrijven is heel lastig. Dat is dus een soort ding in ons brein. Ons brein vindt vernieuwingen heel erg lastig. Het staat ook weer heel erg mooi in dit boek. Het lijkt allemaal weer lekker gesponsord, maar dat is het niet. De hersenen zijn liever lui dan moe. Ze willen graag de veilige, bekende, gebaande paden. Jouw comfortzone. Zodra jij iets nieuws doet, zoals bijvoorbeeld je lifestyle aanpassen. Oftewel beginnen aan een dankbaarheidsdagboek. Dan staat je hersenen als eerste klaar om het je moeilijk te maken. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg, lijkt ze te zeggen. Het kost namelijk energie om te veranderen. Je hersenen zijn dus liever lui dan moe. Waarom? Nou, omdat ze van oudsher hun energie bewaren voor het geval zich een levensbedreigende situatie voordoet. 9 van de 10 keer is er helemaal geen probleem en kun je de energie prima in je eigen ontwikkeling investeren. Nou, dat is echt een heel klein tekstje wat ik gisteren toevallig heb gelezen. En dat vond ik wel mooi om mee af te sluiten. Jouw hersenen die willen eigenlijk allemaal best wel het negatieve zien. Hoe jij altijd hebt geleefd willen ze aanhouden, want dat is lekker makkelijk en in je comfortzone. Dus veranderingen kosten tijd, maar je kan het veranderen omdat jouw hersenen zijn neuroplastisch. Dus dat wil zeggen dat het best wel goed kan veranderen. Je kan patronen veranderen, maar het kost gewoon heel veel moeite. Dus hou het vol en na 66 dagen, ongeveer als jij dit 66 dagen hebt volgehouden om in dat dagboekje te schrijven, is het een beetje een gewoonte geworden en dan is dat dus je nieuwe lifestyle. Hou vol en succes. Dat is wat ik gebruik voor mijn positiviteit, dat dagboek. En gewoon een fijne omgeving. Dingen doen waar ik blij van word. Zoals nu ook. Geen zin om heel veel make-up op te doen. Ik heb maar een beetje wat opgedaan. Mijn haar is vet. Doe me lekker een knotje in. Word ik blij van. Ik kan wel gepusht me gaan opmaken of mijn haar helemaal mooi gaan doen. Als ik daar geen zin in heb, waarom zou ik? Dus doe lekker wat je wil en daarmee sluit ik het ook af. Volgens mij is het weer een aardig lange video geworden. Sorry daarvoor, maar ik kan gewoon door blijven praten over dit soort onderwerpen. Omdat ik het gewoon vet interessant vind. Ik weet niet, het geeft me gewoon
een positieve vibe en daar hou ik van. Dus ik hoop dat jij wat hebt gehad aan deze vragen en dat je er iets hebt uitgehaald. Vergeet dus niet, elke persoon is anders. Elke tip of trick kan voor jou wel helpen of het hoeft dus niet. Elke persoon is anders. Zoek hulp, het is normaal, het is oké. En schaam je dus niet, zoals ik net vertelde. Dus dat was deze video. Mocht ik iets vergeten zijn te vertellen, want dat heb ik nog wel eens, dan zet ik het in de beschrijving neer of in de reacties. Dus check dat even. Ik zou dit boek even linken in de beschrijving. Is er anders ook gelijk wel dit boek van Charlotte linken in de beschrijving. Dan kun je die makkelijk opzoeken. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Volg je me nog niet op Instagram, dan is dat @floordelver. Daarin doe ik dus heel vaak vraagstickers voor bijvoorbeeld deze video. Dus dan kun je de volgende keer ook wat insturen. En succes. En bedankt voor het kijken. En ja, doei!